Wat gingen we doen, Davy? We gingen een podcast maken, dankjewel. Ja, een podcast over de race in Portimao, maar dan de pre-race. En wat nieuws behandelen. Hoe is het met jou, Dave? Nou ja, dat is fijn dat je dat vraagt. Met mij is alles goed. Ja, dames en heren, onze eerste podcast samen. Nieuws, weetjes, pre-race facts. We hebben er zin in, we doen het tijdens een mooi potje racen van F1 2020. 21 is natuurlijk nog niet uit, maar als hij uit is gaan we daar naartoe. Ja, en dit doe ik samen met VFN 35, aka Jenne. En we hebben er zin in, hè? Toch, Jenne? Ik heb er zin in, ja. De zin werd wat minder toen jij andermaal mijn naam een beetje vernachelde, maar goed. Doe je niks ja, zo. Sorry. Foutje hou je toch, hè? Ja, precies. Maar het is ook een hele moeilijke naam. Fianfan, dat is bijna niet uitspreken, joh. Ja. Nee, dat lijkt wel Deens, Noors. Oh ja, nee, het is Fries. Ja, het zou zomaar Fries kunnen zijn. Maar zullen we beginnen met de gameplay dan? Ja, laten we beginnen. Ja, maar even een kleine disclaimer voor de kijkers die we hopelijk toch gaan krijgen. Davy kan dit spel eigenlijk helemaal niet. En hij heeft niet geoefend. Ik heb geen AI aanstaan. Omdat of Davy heel erg laatste wordt. Of ik heel erg eerste. Je moet even op gereed drukken, Dave. Oh, nu wel. Ja, dank je. Het is meer gewoon dat je een achtergrond bij deze podcast hebt. Dan dat het interessante gameplay gaat worden. Maar graag gedaan daarvoor. Ja, voor interessante gameplay. Ik ben officieel een kotspeler. En her en der speel ik nog wel wat andere dingen, maar God, Call of Duty. Dus wil je dat serieus zien, volg me dan op Twitch. Zoom in gamer. Ja, en in mijn geval is het FNV35 op YouTube voor management stijl games. En Formule 1 podcast. Samen met Davy, soms alleen, soms met nog iemand, maar dat moeten we nog beginnen. Dus laten we beginnen. Af en toe zul je Davy wat horen, wat horen. Want die kan dit dus nogmaals niet. Maar Davy, jij wilde het graag hebben over de sprintraces. Dat lijkt me een interessant onderwerp. Ja, het idee was er al heel lang en Stefano Domenicale, of hoe ik het uitspreek, die heeft het vorige week officieel bekendgemaakt. We gaan drie sprintraces houden. Het concept is heel simpel, of het concept, het format wordt iets anders. Dus je hebt vrijdag VT1, daarna kwalificatie in de middag en daarna op zaterdag VT2 en daarna de sprintrace. En de sprintrace uitslag, dat gaat dan de opstelling worden voor de race. Ben ik een voorstander? Nee. En waarom niet? Je hebt ook geen derde helft of een eerste helft op een andere dag met voetballen. En je leeft ook naar dat moment toe van, hey, dit is de race. We hebben de voorbereidingen gedaan. En ja, dan gaan we opeens dit doen. Ja, ik weet niet hoe jij daarover denkt, Jenne. Nou, ik ben het wel, op zich vind ik het prima dat ze het een keer proberen. Hè. We hebben heel wat kwalificatieregels gehad. En al die kwalificatieregels zijn ons door de neus gedrukt. Eentje heeft maar twee races geduurd. Dat was een knock-out kwalificatie. Dat sloeg bij God helemaal nergens op. Dat was verschrikkelijk. Dit is een test, dus dat is winst. Alleen denk ik niet dat ze het testen om te kijken. Ja, 13 seconden. Zo. Ik denk niet dat ze het testen om te kijken of wij het leuk vinden. Ik denk meer om te testen of er dan meer naar de kwalificatie gekeken wordt. Alleen het concept ontgaat me volledig. Want je hebt dus een sprintrace qualifying. Het heet ook geen sprintrace, het heet een sprint qualifying. En je top 3 krijgt punten. Ja, 3, 2, 1. Exact, dat gaat helemaal nergens over. Want als jij dus een interessante race wil zien, dan zou ik zeggen, geef de top 10 punten of de top 8, hoe het vroeger was, zeg maar, dat je 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 of zo pakt. Maakt allemaal niet uit.
Maar je hebt dus nu, normaliter heb je 3 coureurs die voor de top 3 rijden. Hè? Je mag aannemen dat Bottas toch het vuur weer teruggevonden heeft met zijn pole position. Moet wel insturen, Davy. Nou lijkt het alsof ik het ook niet kan. Maar goed. Ja, en dit concept dat slaat nergens op. Want als jij 7e ligt en je zou een mooie risicovolle inhaalactie kunnen doen, ja, dan lig je 6e. Terwijl je bij de start van de race, als je 7e ligt, natuurlijk in principe ook gewoon mensen in kan halen. En dat is het dan, weet je wel. Dus ik denk ook niet dat Max of Lewis of Valtteri denkt, nou, ik wil zo graag die sprint qualifying winnen. Dat, nou, dat ze dan vervolgens. Nee, ja, ik denk niet dat. Dat is 1 punt verschil, hè? Ja, maar 1 punt kan namelijk. Ik weet niet hoor, toen Hamilton voor het eerst kampioen werd, was het op een paar punten. Op ja, Raikkonen's kampioenschap was ook op 1 punt. Maar dat was met dus een andere puntentelling. Dus dat is allemaal niet zo spannend. Als jij een hele risicovolle inhaalactie doet. En vervolgens ga je. Vervolgens ga je de baan af of wat dan ook en je verliest 5 plekken. Dat kan nog, want dat pak je in de hoofdrace wel terug. Maar als je elkaar raakt en je gaat kapot, hè, je doet een Bottasje met Russell of zo, dan start je de hoofdrace 20e. Dat is wel wat anders. Ja, en wat ik me ook afvraag, hè, kijk, nu hebben we Q2, daar zeg je van, nou, die banden ga ik gebruiken. Het lijkt me niet dat je banden gaat gebruiken naar die sprintrace die je al flink op z'n donder hebt gegeven. Dat mag ik hopen van niet. Maar welke banden gaan we dan gebruiken? Ik had wel begrepen dat we de sprintrace alleen op rood zouden gebruiken. Ik ben er gewoon geen fan van. Ik vind, ik snap best wel dat we open moeten staan voor een verandering. Hè. Dat is ook waar we het misschien later nog over hebben, over brandstof, hè, dat een vergane tijd gaat worden. Maar we moeten. Het is een sport. Zometeen wordt het een te grote show in mijn ogen. Maar goed, dat is mijn mening hierin. Ja, je moet natuurlijk wel een beetje show hebben, anders kijkt niemand. Nee, dat klopt. En kijk, mensen die gaan niet een race kijken om Mazepin te zien spinnen. Dat niet. Nou, ik voel me nu wel echt oprecht Mazepin, want mijn god, wat is dit er erg. Maar dat even tussendoor. Ja, gelukkig heb ik niet weer ook het moeilijkste circuit in het spel erin. Ja, Monaco heb ik niet gedaan, maar Spa-Francorchamps is volgens mij jouw feestje ook niet. Nee, ik... ja, goed, weet je, ja, nee, ik heb me niet voorbereid qua rijden. Oeh, chips. Qua rijden. Ik heb afgelopen week gewoon lekker Call of Duty gespeeld. Dus ja, dat is zeker mijn fout. Excuses. Misschien moet ik nu wat meer dit gaan spelen. Ik heb afgelopen week was ik erg moe en zo. Dus ik dacht, nou, let's plays opnemen. Dat wordt niet zo leuk om te kijken. Dus ik ben gewoon rustig achteroverliggend op het bankje Farming Simulator gaan spelen. En een Combine Harvester rijdt ook niet zelden een Formule 1 auto. Maar het gaat toch nog vrij redelijk, moet ik zeggen. Dus, maar goed. Genoeg over Farming Simulator. Ja, de eerste sprint qualifying is Silverstone. Welke twee andere circuits denken ze te gaan doen? Volgens mij Imola. Imola nee, hebben we al gehad, vriend. Ja, sorry. Ik durf het even oprecht even niet te zeggen. Oh, dat is jammer, sorry. Want dit was jouw puntje. Dus ik dacht, dan hoef ik het niet op te zoeken. Maar na Silverstone zullen we er zeker op terugkomen. Misschien, kijk, hetzelfde als met Imola. Imola vorig seizoen, dat was een beetje een optocht. Maar het was nog een beetje, ja, mooi circuit, lekker weer, weet je wel dat. Deze race was nat, dus nu was de race leuk.
Nou, als de eerste sprint qualifying ongeveer hetzelfde is, misschien vochtig of er spint iemand af of iemand klapt eraf en die moet dan van achteruit terugkomen, Bottas, dan is het misschien nog interessant. En dan verandert je mening misschien nog. Ja, we zullen zien. Kijk, ik ben altijd heel moeilijk in veranderingen. Ja, ik ook. Ik ben daar geen fan van. Ik vind als iets goed werkt, waarom zou je het veranderen ten opzichte van het geld? Maar goed, dat is zeker mijn mening. Ja. Maar goed, we zullen zien. Het is spannend. Ja, ik zie jou over zullen zien gesproken. Ja, dat verbaast me niks. Ja. En ik rij gewoon op de controller, hè? Even dat we door hebben. Ja, ik ook. En nogmaals, Maar ik hoor ook de hele tijd jouw joystick tikken. Dus jij hebt geen flow in je stuurbewegingen, denk ik. Nee, mijn joystick, ik moet heel veel corrigeren. Mijn joystick raakt bijna nooit de zijkant van de controller, zeg maar. Nou, is het wel zo dat die PS5 controller toch wel iets harder is dan die 4, hè? Dus die hoor je wel wat meer. Ja, maar mij kun je niet horen omdat ik hem niet raak. Dus als de stuuruitslag van de joystick hetzelfde is, dan hoef jij hem ook niet te raken. Maar dat moet je helemaal zelf weten, joh. Hey, en gewoon even een vraagje tussendoor. Maar wie denk jij dat kampioen wordt? Ja, dat is een beetje heel moeilijk. Mag ik een wedervraag stellen en dan geef ik een antwoord op jouw vraag? Voor wie ben jij? Ik ben voor Kimi Räikkönen. Ja, oké. Okay. En gezien hij waarschijnlijk geen kampioen gaat worden en misschien een keer stopt, Norris. En gezien Norris ook geen kampioen gaat worden, hoop ik persoonlijk op Max Verstappen, want dan is eindelijk Mercedes een keer geen kampioen. No offense. Of, en dat zou fantastisch zijn. Beetje out of the box, Sergio Perez. Dat Max dan een auto heeft waar hij mee kan winnen, maar dat hij dan alsnog geen kampioen wordt. Dat lijkt me op zich wel humor. Oké. Okay. Nou, we hebben. Ja, gefeliciteerd. Dank je. Ik weet ondertussen de sprintraces, Davy. Oh, mooi. De sprintraces die gaan komen met dank aan Spijker 7. Is Silverstone, Monza in september en nog een race die niet in de EU wordt gereden, maar die is nog niet bekendgemaakt. Kijk, en Monza is in theorie een slipstream fest, dus daar kun je nog wel wat mee misschien. Sorry, Monza, Silverstone, Monza en? Een nog niet nader bekendgemaakte non-EU race. Ja, wat moet ik erop zeggen? Ja, Monza is wel mooi, Silverstone. Maar ja, weet je, velen, waaronder ik, waren ook tegen DRS en nog steeds. Maar ja, dat is niet anders. Nou, ik ben nog steeds tegen DRS inderdaad, maar ik hoop van harte dat nieuwe reglementen van volgend seizoen dat toch gewoon lekker stopzetten. En dat het er dan weer af kan. Voor de kijkers thuis, Spijker 7 is toevallig ook een streamer. Uit mijn hoofd is zijn echte naam Twan, maar dat kan ik verkeerd hebben. Sorry daarvoor dan, in dat geval. Kun je gewoon volgen. Hartstikke leuk. Ik kijk heel af en toe zelf ook, alleen ik ben niet vaak thuis als de beste man streamt. Nou, even cheeky plug. Goed. Maar goed, ik heb nog geen antwoord op wie jij denkt dat kampioen wordt. Ja, weet je, dat is voor mij heel moeilijk, omdat ik ben gewoon een Hamilton fan, een Mercedes fan in hart en nieren. En ik gun, ja, dit klinkt heel erg, maar ik gun iemand anders niet de kampioenschap, omdat ik gewoon een duidelijk fan ben. Nee, dus
Ja, begin bij mij niet over Max, want dan heb je de verkeerde persoon voor je, helaas. Ik vind wel dat hij het goed doet, hoor, maar ik vind de story achter Hamilton vind ik gewoon mooi. Dat waardeer ik meer. Ja, dat mag. Maar als je dan het niet over Max wil hebben, wil je het misschien wel over... Crisis. Ik heb een crisis. Ik heb blijkbaar wel de schade uitstaan. Dat is dan nog winst. Maar misschien vind je dan de story achter Red Bull en Mercedes wel interessant. En laten we dan even beginnen bij de basics. Strategie. Strategie was de eerste race Mercedes toch iets beter. En ik denk eerlijkheidshalve dat de strategie in Imola bij Red Bull iets beter zat. Die kwamen precies op het goede moment binnen. Maar het interessantste, en misschien weet jij dat ook en misschien niet, en dan is dit een heel kort onderwerp. Hoeveel pitstops heeft Mercedes in de afgelopen 3 jaar onder de 2 seconden gehad, Davy? Nee, durf ik oprecht niet te zeggen. Oh. Niet veel. Kun je een wilde gok doen? 3 jaar, ik denk 10. Oké. Nou, dan heb ik nieuws voor jou. Ja. Twan had ik overigens fout, het is Ron, staat hier. Maar goed. 0. Ik zei het in eerste instantie geen, toch? Je zei heel weinig, maar is okay, prima. Oké, maakt niet uit. Nee, ik weet. Ja. Ja, zeg maar. Nou ja, ik weet dat Mercedes daar beter zijn best op moet doen. Dat is een feit. En helaas wordt daar nu wel steeds meer de winst op gepakt. Vorige wedstrijd met rechtsvoor bij Hamilton, bij Bottas. Nee, Bottas was het volgens mij. Hamilton, waar die even misging. Dat was Hamilton, vriend. Ja, Hamilton. Ik kon even dat even twijfelen. Sorry. Red Bull heeft dat gewoon goed voor elkaar. En alle respect daarvoor. Ik denk ook altijd Red Bull. Maar dat is wat ik zie. Ook op dit moment een betere auto heeft. Op sommige circuits wel, ja. Ik denk alleen, en dat is ook al in het verleden al bewezen. Insturen, Dave. Ja, bedankt. Ja, ik bedoel, koude wielen. dat is zichzelf ook al bewezen. Kijk, Mercedes kan denk ik beter ontwikkelen dan Red Bull. Al is het nu wel door dat budget cap wat minder. Of minder, maar... Moet je beter met je centjes overgaan. Al ben ik daar nog steeds geen fan van. Maar dat is een andere topic. Ik denk dat Mercedes betere mensen heeft. En dat komen we zo meteen ook nog op terug. Dat dat ook is. Dat hun gewoon sneller kunnen groeien. En als je ziet na de wintertest. Waar ze stonden en waar ze nu stonden. Of waar ze nu staan. Ja, dan hebben ze denk ik toch wel heel veel goed gemaakt. Waarschijnlijk wel, ja. Maar als je... Kijk, Red Bull die heeft natuurlijk... Vorig seizoen zijn ze een paar keer uitgevallen. Dit seizoen voornamelijk. Perez heeft nog wat problemen. Maar in de laatste 5 races heeft Mercedes 3 keer een overwinning weggegooid. Op de pitstops. En dat kan ze de kop kosten natuurlijk. Hè? Je hebt in Shakir vorig seizoen was het Russell die werd vernacheld. De eerste race die werd dan gewonnen door Hamilton, maar dat geheel terzijde. Hadden ze een pitstop van meer dan 10 seconden bij Valtteri Bottas. En nu in Imola hadden ze een pitstop van 4, nog wat bij Lewis. Die dan dus gewoon weer 5 seconden achter Max terug de baan op komt, weet je wel. Ja, dat klopt. Terwijl Max op zich voornamelijk de eerste 2 sectoren flink aan het malen was op zijn droogweerbanden op een licht vochtige baan.
Dus dat was toch een gemiste kans. Ik had ook ergens gelezen dat Mercedes nu zich ook wat meer ging focussen op de pitstops. Dat ze daar nu ook achter kwamen. Ja, nu pas. Weet je, als jij, ik weet niet, heb je een stuk van Paddy Lowe gehoord? Gelezen dat Mercedes in 14 de motor terug had geschroefd bij sommige wedstrijden, omdat ze te veel power hebben. Kijk, als je altijd, en daarom is er ook zoveel haat en haat naar Mercedes. Kijk, die hebben gewoon een hele goede motor ontwikkeld. En iedereen kan zeggen, we zijn er heel vroeg mee begonnen. Ja, dat kan. Had Ferrari ook gekund. Had ook Renault gekund. Noem maar op. Ik ben van mening dat Mercedes nooit het maximale uit hun spullen heeft moeten halen. Ja, in 2019, toen Ferrari de bekende motor had. Maar voor de rest, sinds dat ze met de hybrid zijn, hebben ze het gewoon heel goed gehad. Ja, maar dat betekent toch niet dat jij de rest, zeg maar, niet meer hoeft te kunnen. Want je hebt, als je 30 seconden voorsprong hebt, dan denk je toch anders. Dan ga je maar vriend, Williams, die rijdt al 3 jaar helemaal achteraan. Dat is het één na snelste teams met de pitstops. Hebben ze geen reet dan, maar het is in ieder geval iets. Nee, precies. Maar wat is de moeite van Mercedes, die volgens jou dus een groot budget heeft, die goed is in dingen beter doen, enzovoort? Waarom zouden zij niet hebben geoefend op de pitstop? Want ze weten dat ze ooit worden ingehaald. Ze weten dat Red Bull aan het eind van het seizoen altijd sterker wordt, weet je wel. Mercedes die is dus eigenlijk in slaap gesust. Dan hebben ze heel veel geluk dat Lewis echt een hele goede coureur is. Want Bottas is gewoon in het gevecht met de Williams gecrashed. Dat is hetzelfde ook als met Max en Perez en met Max en Albon. Kijk, ik denk, ik zal niet zeggen wie de beste coureur is, want dat is voor ieder voor zich. Want er zit ook natuurlijk een favoriete smaak aan. Maar ik denk toch, als je die twee, dat zijn gewoon de beste. Ik denk ook niet dat je op dit moment, ik ach Russell ook wel heel goed hoor. Als je kijkt dat Russell in die Mercedes, kan je wel zeggen, ja het is een Mercedes, maar toch Bottas wegrijdt. Ja, dan is, laten we heel eerlijk zijn, Bottas is gewoon een knecht. We komen zo meteen op de voorspelling van vanmiddag. Ik zie zo Bottas Hamilton voorbij moeten laten gaan. Ja. Kans is groot, ja. Tot ongenoegen van Dennis. En dat zou ik dan fantastisch vinden. Want die wrijven we dat dan morgen mooi even in natuurlijk. Maar goed, ik weet niet. Dennis is een maat van mij. Die is voor Lewis Hamilton ook. Die vindt Lewis een betere coureur dan Michael Schumacher. Omdat Michael Schumacher altijd coureurs had die in dienst reden voor hem. En ik lach me helemaal de schompen als nou Hamilton dit seizoen kampioen wordt. Omdat Bottas hem 16 keer voorbij laat. Maar dat geheel terzijde natuurlijk. Het is een teamsport, hè? Laten we dat even wel voorstellen. Ja, het is een teamsport, dat weet ik. Daarom vind ik Schumacher beter dan Hamilton. Maar dat is een onderwerp van een andere podcast. Want anders halen we de agenda niet. Nee, precies. Wel een uurtje, toch? Ja, dat gaan we niet halen. Maar inderdaad. We hebben een uur. Dus... Nee, maar ik ben reuze benieuwd of Mercedes die pitstops nog kan fixen. Want dit kost ze gewoon, als ze pech hebben, het kampioenschap. En ik heb je niet op een rondje gezet, Dave. Complimenten ervoor. Nou, ik begin iets meer in mijn flow te komen. Ik heb nog wel dat ik last heb dat hij naar voren wilt in plaats van sturen. Maar ik zeg niet dat ik aan het einde van deze stream jou kan bieten. Maar... mijn doelstelling voor vandaag is om toch bij jou in de buurt te blijven. Nou ja, je boekt progressie, dus laten we het hopen. En je had over progressie gesproken. Mercedes die heeft natuurlijk nog meer slecht nieuws gekregen. Ja, ik ben even Hongskon of zo. Ik weet niet hoe ik het uit moet spreken. Die is weg, die gaat weg. Inderdaad, ja. De man achter de briljante motorformule.
Ja, ik dacht altijd dat Aldo Costa en hoe heet die andere? Die hebben nog zo'n prominent kopstuk. Dat die daarvoor waren. Ja, Red Bull die is aan het shoppen. Ja. Wat vind je daarvan? Prima. Ja, sorry dat ik daar zo'n kort antwoord op geef. Ja, dat is wel. Maar kijk, je kan er makkelijk en moeilijk over praten. Maar het is altijd zo geweest dat de beste teams willen de beste mensen hebben. En, ja, dat is ook. Nou, Red Bull heeft natuurlijk nooit een eigen motor moeten bouwen en ontwikkelen en enzovoort. Dus die hebben daar nooit moeite voor hoeven doen. Nou, en nu hebben ze geshopt en is het eigenlijk aan Mercedes om dan te zorgen dat die man bij Mercedes wil blijven. Nou ja, weet je wat het is? Ik denk dat het een combinatie is van een geldkwestie. Want hun zeggen van, ja, bij ons heb je meer uitdaging. Dat is niet zo, want nou krijgen we tot aan 2025 dezelfde motorformule. Dus we gaan na dit seizoen een motorfriesing in. Waar ik helaas ook geen voorstander van ben. Stel je voor dat Red Bull, of ja, Red Bull heeft geen officiële motorsupplier meer. Want Honda stopt ermee. Maar een Ferrari, een Renault, dat die zeg maar een slechte motor hebben, die kunnen dus nooit meer bijkomen. En ik vond ook. Ik vond ook dat Red Bull dreigde van eruit stappen. Ja, jongens, kom op, we zijn geen kleine kinderen. Het is een harde wereld. Heb je shit in orde? Nou, dus die zijn ze nu aan het doen. Dus aan de ene kant snap ik het ook wel. En ik snap ook wel van, er moet een rolling in blijven. Dus ik hoop dat Mercedes zo meteen, en wat ik ook geloof, want het is een autofabrikant en ze hebben Daimler en IONS achter zich, dat we zo meteen ook weer de juiste poppetjes krijgen. Dus daar heb ik alle vertrouwen in. Alleen, ja, ik vind het nooit zo chic om bij anderen in te kopen. Maar ja, dat kan niet anders soms. Ja, maar iedereen koopt bij anderen in, vriend. Wat ik niet zo chic vind, is bijvoorbeeld in januari tegen een team zeggen, luister, we hebben een coureur nodig, dus zoeken jullie maar een ander. Refereer ik even aan Bottas die bij Williams weg moest omdat Rosberg besluit met pensioen te gaan. Wat een hele verstandige keuze is voor Rosberg, maar dat is hij. Het gebeurt altijd, weet je. En het is gewoon een kwestie van hoe je erop inspeelt. Kijk, die engine freeze, dat slaat inderdaad helemaal nergens op. Dat Red Bull het nodig vindt om te dreigen te stoppen, ja prima. Maar ze zijn niet het eerste team die dat doen. Ze hebben dat afgekeken. En dat is altijd Ferrari een hele succes. Een handje van. Ja, Mercedes ook. Mercedes is alleen het enige team die in het verleden de koe bij de horens heeft gevat. Die hebben gedreigd en toen deden Formule 1 niet wat ze wouden. Toen zijn ze gestopt. Maar het is een bewezen formule dat het werkt. En als het werkt, dat is hetzelfde als een bug in een spel. Het zit erin, maak er gebruik van. En je kan zeggen wat je wil, maar de rest had ook kunnen doen. Dat zeg jij over de hybride motor en dat zeg ik nu hierover. Nou ja, kijk. We weten natuurlijk nog niet wat. Zo. 5 seconden beter gereden dan net. Ja, hartstikke goed. Nee, kijk, we weten ook nog niet wat voor motoren en wat voor brandstof we straks gaan krijgen. Dus ik weet ook niet. Kijk, als hij een hybride specialist is. En we gaan van. Want als je zo meteen een alternatieve brandstof krijgt, ik noem maar wat bio-brandstof, wat kan. Dan zou je ook weer terug kunnen, dus heel ver vooruitlopen, terug kunnen naar de V10, V12. Omdat dat zou fantastisch zijn. Ja, vind ik ook. Dat je eindelijk van die. Stofzuigers af. Ja. Kijk, ik kijk ook Formule E, dus het kan erger. Maar. Nee! Je was zo vroeg. Ja, heel vervelend. Wat ga je nou doen dan? Ja, ik kan jou beter voorlaten.
Ja, waarom? Ja. Ja, ik weet niet wat ik moet doen. Jij moet een drive-through penalty. Oh, jongens. Oh, daar schrok ik van. Fantastisch. Maar nee, ik ben nu ook even kwijt waar we het over hadden. Ik heb dat wel vaker, doe niks aan. We hadden het over de motoren en de personeelwisseling. Ja, precies. Ja. Kijk, nogmaals, het hoort bij het spelletje. Ik snap het. En, ja, ik heb misschien, laat ik het zo zeggen, een verkeerde bril op. Ik heb zeker geen oranje bril op. Maar ik vind... ja, Helmut Marko, of Marco Helmut, weet ik veel hoe die man heet. Daar heb ik geen hoge pet van op. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Vind ik een naar mannetje. Die heeft natuurlijk wel verstand van, enigszins van racekennissen, connecten, noem maar op, rijders. Maar ook zoals gisteren van dat hij een beetje zo cynisch reageert van bedankt Mercedes team. Ja... Met Norris dat tegenhouden van Max. Ja, jongens. Nee, ik heb gewoon geen hoge pet op van Red Bull. En dat komt mede door hem. Ik vind die Christian Horner. Die had bijvoorbeeld Chase Carey, of hoe heet die, over moeten nemen. Of Bernie Ecclestone. Daar Chase Carey is van Rich Energy, toch? Dat lijkt me niet handig. Nee, hoe heet die die opgestapt is van Liberty Media? Chase Carey. Ja, dat. Ja. Namen en Davy. Kijk, en ik snap dat ze nou willen groeien. En wat ook alleen maar beter is voor de sport. Daar laat ik het, ik ben geen fan ervan. Zolang de andere teams het niet in orde hebben, heb je gewoon twee sterke teams nodig. Anders heb je geen kampioenschap. Dat hebben we afgelopen... periode gewoon ook gezien. Ja. Nog meer sterke teams zou nog mooier zijn. Ja, maar dit staat helemaal weer... Ja, je doet het toch zelf, vriend. Je laat zelf die knop los. Ja. Hey, we hadden het net even over de wijziging van Bottas naar Mercedes. Ik hoop van harte dat hij weer terug mag naar Williams. Maar dat geheel terzijde. Nou, er wordt gespeculeerd dat Russell al getekend heeft bij Mercedes. Ik mag hopen dat dat zo is, ja. Ja, ik weet het niet. Kijk, als jij, en dat was bij Schumacher ook zo, als jij aan een teamverband gewoon een goede tweede viool wilt hebben en dus geen ego, want je weet wat dat doet, hè. Kijk maar naar Berg en Hamilton. Ja. Ik denk dat Bottas juist een goede tweede wingman is. En dat Russell voor zijn eigen gaat. En wat ook normaal is, en zeker op zijn leeftijd. Nou, wat ik mooi vind... is... als Russell in die Mercedes gaat zitten en Hamilton blijft... dan heb je... twee auto's die echt meedoen. Bottas is prima voor een dag succesje, Rusland. Ja, hij heeft nu pole position voor Portimao, dus dat kan hij misschien ook dan. Maar hij is geen titelkandidaat. Russell in een goede auto, Norris in een goede auto, Lewis, Max. En misschien ook Perez als hij aan die Red Bull gewend is op race pace. Op kwalificatie verwacht ik het iets minder. Ja, zijn op zich titelkandidaat. En hoe meer je er hebt, hoe beter. Hè? En Leclerc bij Ferrari ook. Moet ook voor een titel kunnen gaan. En laten we wel wezen, Carlos Sainz moet in theorie ook voor een titel kunnen gaan. Ricciardo moet ook voor een titel kunnen gaan. Dat is mijn ideale plaatje. 4 teams. Zoek het maar uit, weet je wel. Niet zoals vorig jaar dat Max ook gewoon de stoel meeneemt omdat hij altijd derde wordt. Dus dat is mijn stoel. Nee. Bam. Word een keer achtste omdat je het gewoon niet voor elkaar hebt. En je wordt een keer eerste omdat je een vrij goede coureur bent met een lekkere auto onder de reet. Dat.
We hebben één jaar wat ik nog kan heugen. Ik weet even niet exact welk jaar. 2012. Dat we allemaal verschillende winnaars hadden. Ja, 2012 of 2013. Ja. Ik denk 2012. Met Pastor Maldonado in Catalonia. Niet geheel verrassend, daarna de auto afgebrand zodat ze niet konden checken of het een goede auto was. Maar dat geheel terzijde natuurlijk. Maar voor de rest hebben we altijd, wat ik weet hoor, is altijd dat we één of twee teams altijd dienst uitmaakten. McLaren, Ferrari, Williams, Ferrari, vaak Ferrari hoor. Red Bull, Ferrari, Red Bull, McLaren. We hebben ja McLaren, Ferrari en Red Bull gehad. Maar we hebben nooit, wat jij zegt, echt dat we 8 mensen die echt strijden tot het einde konden doen van het seizoen voor de wereldtitel. En ik denk ook niet dat dat kan. Tuurlijk kan dat. Nee, dat denk ik niet. En ik denk dat is het nadeel van A, een lang seizoen. B, van de kosten wat je nou moet opletten. En ook dat sommige coureurs, kijk, sommige coureurs, Daniel Ricciardo is een hele goede rijder. Maar is die wereldkampioen materiaal? Tuurlijk. Oh, ik vind hem nog best meevallen. 50 seconden, terwijl ik een stop-and-go heb gehad. Ja, Spa-Francorchamps moet nog komen, hè? Maar inderdaad. Nee, maar kijk. Ricciardo is hetzelfde als Vettel, is hetzelfde als Perez, is naar een nieuw team gegaan, dus die moet je even de tijd geven. Maar zeker wel kampioensmateriaal. Maar wat mij verbaast, en al jaren, de Formule 1 die wil dan meer inhalen, dat snap ik, dat wil ik zelf ook, ik wil leuke races zien. Ik wil niet dat ik moet wachten op regen of slecht asfalt. Maar ik denk dat we op zich op het moment vrij verwend worden. Nou, je hebt de Mercedes, die kan niet volgen. Dus daar word je in verwend. Ik ga ondertussen even een glas water pakken. Dus als ik straks niet meer te horen ben, dan is de controle te ver van de PlayStation verwijderd. Maar als je deze regels had. Ja, nee. Je bent te ver weg. Wacht. Ja, ik ben er weer. Behalve Mazepin zit iedereen ongeveer binnen 2 seconden. Inclusief dus Williams en Haas. Dat is mooi. En dan voor het seizoen nieuwe reglementen. Ik beloof jou, er is een team die gaat 4 seconden achterstand hebben. En er is een team die... Nee joh, Haas. En er gaat ook een team zijn. Dat denk ik juist niet. Die gaat winnen. En goed ook. En wie zou dat dan zijn volgens jou? Ferrari, Mercedes of Red Bull. En ik hoop McLaren. Maar ik denk... Mercedes. Mercedes heeft denk ik de meeste tijd om echt aan de nieuwe auto te werken. Red Bull zal dit seizoen vooral nog op dit seizoen focussen omdat ze echt dat kampioenschap willen halen. Mercedes is denk ik al grotendeels gestopt. En Ferrari moet nog 2 races niet op het podium eindigen en dan stoppen ze volledig met dit seizoen. Nou ja, Ferrari is al gestopt. Hè. Die hebben al de focus al voornamelijk op 2022 gelegd. Sorry dat ik je onderbreek hoor, maar Haas had ik ook begrepen. Die rijdt met een auto van vorig jaar met daarbij die kleine aanpassing aan de achterkant van de vloer. Die zijn ook al aan het focussen. Ja, alleen Haas doet niks zelf, hè? Dat is de Lara. Ja, nou ja, maar goed, als ze tegen de Lara zeggen van nou luister, dit jaar alleen naar vloer en al ons geld en resources naar 2022 en die Ferrari motor wordt beter, ja dan zie ik daar dus een win-win in. Ja, alleen de Lara is geen Formule 1 ontwikkelaar, de Lara die doet van alles. En als jij niet de focus hebt, en dat zag je ook bij McLaren ging slecht.
Gaat IndyCar erbij doen, gaat nog slechter. Dat werkt niet. Toyota in de WEC is het enige team, dus die winnen dan. Maar sinds dat ze ook rally doen, is het gat kleiner geworden. En zo weiter. Dus dat is allemaal dingen. Ik ben niet helemaal met jou eens over, of ik deel die mening niet. Ik denk ook dat bijvoorbeeld een Ferrari, een Haas, dat die daar, en ook een, hoe heet dat, Dallard, of Dallard, wat je zei, die sushi-bouwer. Dallara. Die hebben echt wel kennis. Het zijn geen pannenkoeken. Vroeger had je bijvoorbeeld ook Cosworth. Die maakte ook Formule 1 auto's en die zelf deed ook meerdere dingen. Dus, ja. En dat was ook geen verkeerde motor. Ja, uiteindelijk wel, maar nu verlies ik iets meer. Ja, nee, maar inderdaad, het was niet per se slecht. Maar het was ook niet bijster. Nee, ik denk dat, Red Bull heeft maar één focus en dat is Max wereldkampioen worden. En nu zijn ze zijn nog nooit zo dichtbij geweest. Dus wat jij zegt, ben ik met je eens. Kijk, Mercedes, die kan denk ik wat meer spreiden. Dat hebben ze ook al gedaan. Ze zeggen dat ze vorig jaar al veel eerder mee gestopt zijn met ontwikkelen. En voor deze auto, nou dat is niet naar mijn mening te zien. Want ja. Maar ja, wat vind je van die nieuwe regels? Nou, de auto ziet er wel mooi uit, maar ik wil... Net omdat ik steeds een betere start heb dan jou. Ja, dat klopt, ja. Is heel vreemd. Maar mijn eerste bocht is dan vaak beter, dus dan maakt het niet uit. Hey! Ja, gast. Ja, jij stuurt in, hè. We kunnen het zo terugkijken. Ja, dit lijkt een beetje op Singapore 2015, maar goed. Is gewoon te zien op YouTube, hè. Subi Gamer, tik me eraf. Maar, Ja. Ja, precies. Oeh! Ja, dat... Ik moest remmen! Ja, dat was mijn fout. Ga maar voor, geniet ervan. Ja. Nee, maar ik vind de auto's mooi. Ik vind het reglement op zich prima. Alleen DRS moet eraf. Maar ik vind het jammer. Elke keer dat het beter gaat, nieuw reglement. Dat was in 2005 is het gelukt. Nieuwe reglementen, ander teamkampioen. In 2009 is het gelukt. Puur toeval met Bron natuurlijk. Hoezo in 2005 was Renault toch kampioen? Ja. En wie was in 2006 gewoon kampioen? 2005 was het eerste seizoen van de nieuwe reglementen, Davy. Ja, maar toen had je toch ook Renault die kampioen werd met Alonso? Ja, maar in 2004 was Ferrari nog met Schumacher. 5 jaar. Ja, zo bedoel je. Ja, na 2004 reglementen gewijzigd, werd Renault kampioen. Al zat daar niet heel ver Ferrari achter, hè, natuurlijk. Nou, in 2005 zat Ferrari er vrij ver achter, vriend. 2005 heeft Ferrari 1 race gewonnen. En dat was Indianapolis met Thiago Montero en een Jordan op het podium. Noreen Kartikeyan is 4e of 6e geloof ik. Christian Albers 5. En Patrick Vriesacher was het geloof ik. 4e. Ja. Ja, nou dat slaat helemaal nergens op. Maar dat is de enige race die Ferrari heeft gewonnen. Toyota had meer pole positions dan Ferrari. Dat zegt genoeg. En toen mocht je nog bijtanken. Dus ze hadden ook wat kunnen cheaten, zeg maar. Hebben ze niet gedaan. Dus nee, Ferrari zat daar totaal niet in de buurt. Alleen 2006 had Bridgestone het iets beter voor elkaar. En als de motor in Suzuka niet geploft was, dan had het misschien nog gekund. Maar 2005 was gewoon echt Ferrari. Nou, de Renault. In 2007 iets andere reglementen. McLaren dominant. Uiteraard Raikkonen kampioen geworden, maar goed, dat was Lewis' eigen schuld. China. Ja, China is inderdaad dan de grootste wat in beeld komt. 2008 McLaren dominant. 2009 nieuwe reglementen. Bron GP dominant. 2010
nieuwe reglementen. Iets, niet heel veel, maar de diffuser werd aangepast. Bron, ja, die werd al in Mercedes 2009 dus. Verbannen, hè? Ja, maar goed, toen was de voorsprong al groot genoeg. Dus het, hè. En toen werd Red Bull een soort van dominant. Red Bull had het niet makkelijk. 2010 heeft Vettel één race bovenaan gestaan, dat was de laatste. Maar elke keer dat het spannender wordt, veranderen ze dingen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar ja, ja, maar hou daar eens mee op dan. Want nu ga je nieuwe reglementen maken. Dan geef je de teams 3-4 jaar de tijd om die gaten weer te dichten met elkaar. En dan komt er weer een andere motorformule. En dan ga je toch weer hetzelfde krijgen. Doe het gewoon in één keer goed. En blijf er dan 10 jaar vanaf. Nou ja, in principe hebben we zometeen dus 10 jaar de hybride motor. 11 jaar. Ja, alleen de rest van de reglementen niet. Nee, maar ik denk ook wel, en dat is, hè, de maatschappij is daarin ook veranderd. We kunnen niet meer, kijk, ik ben ook een petrolhead, er gaat bij mij ook benzine door mijn aders heen, een diesel. Maar we kunnen niet meer anders, want het milieu, dit, dat. We moeten groener en ik denk bijvoorbeeld die motorisch, kijk, aerodynamisch staat daar los van, hè? Maar echt aerodynamisch of motorisch moeten we gewoon groener. Wij stoten gewoon te veel uit, of Formule 1 stoot ja, te veel uit. Ja, dat is super onzin, maar ga verder. Nou ja, goed, als jij dus Formule 1 in het algemeen kijkt, hè, dus het reizen, het vervoer en noem maar op, dan. Ja, als wij dus groener zouden willen zijn, en het is voor, kijk, we vergeten één ding, hè. Kijk, dat Red Bull verkoopt geen auto's, maar Renault, Alpine, McLaren, Ferrari en Renault en Mercedes, die doen dat wel en die moeten steeds groener. Dus dan kunnen ze ook niet meer aan de aandeelhouders, boardmembers zeggen van jongens, ja, we gaan elektrisch, volledig elektrisch, maar aan de andere kant hebben we nog steeds Formule 1 die achterblijft. Dat kan niet. Nee, en maar dat ik dit zeg, is heel erg, hè, nogmaals. Nee, maar luister, als jij de Formule 1 de uitstoot wil verminderen, dan kun je 3-4 dingen doen. Ten eerste kan die kalender beter. Want waarom doe je Canada in juni en dan Amerika in november, oktober? Doe dat gewoon achter elkaar, dan zijn ze in de buurt. Bahrein en Abu Dhabi ligt ook vrij dicht bij elkaar, maar dat is dan het begin van het seizoen en het eind van het seizoen. Australië dat kun je is, gewoon schrappen, want het circuit in Australië is kut. Ik heb daar nog nooit een leuke race gezien, oprecht. Ja, misschien 2002 met Montoya en Schumacher, of 2003 was dat, met de whale nose van Williams. Nou, 2003, dat is bijna 20 jaar geleden, hè? Dus geen leuke races. Nou, dat scheelt ook weer vliegen. Voor de Europese races gaat er een motorhome mee van 200 vierkante meter. Je kan ook gewoon een kleine motorhome. Ik bedoel, in Hollywood zitten ze ook gewoon in een staakcaravan. Dat kan hier ook. Maar dat moet allemaal huge. En dat zijn allemaal vrachtwagens. Renault heeft hun eigen vrachtwagens. Ik weet niet of Red Bull nog steeds Renaults heeft of dat ze overgegaan zijn. Maar waarom koop je geen Tesla-truck? Waarom doe je dat niet elektrisch? Dat zijn allemaal zware diesels. Dat is allemaal Euro 6 tegenwoordig. Dat valt dan misschien nog mee. Maar dat trekt als een malle. Die motorhomes, dat zijn 5 vrachtwagens per motorhome. Doe gewoon 2 vrachtwagens per motorhome en doe die elektrisch. En dan kan ik nog gewoon genieten van een mooie V10. Nee, ik denk dat jij het complete plaatje mist. Ik mis het complete plaatje totaal niet. Alles in de wereld is uitstoot. Vroeger hadden wij papieren verpakkingen, kartonnen verpakkingen, enzovoort. Dat was slecht voor de boompjes, maken we er plastic van. Nu is het plastic slecht voor de oceaan, maken we er weer karton van. Ja, maak een keuze en blijf erbij. En McDonald's bijvoorbeeld, maar ook Coca-Cola en alle andere grote industrieën, die moet je aanpakken. Die zijn verantwoordelijk voor de grote uitstoot. En dan moet je een publieksport
moet je niet aanpakken voor het feit dat ze een paar races per jaar doen. Maar dat is het hem juist. Kijk, hun zijn leidinggevend, hun zijn het gezicht. En als hun... Nou klinkt het net als Lewis Hamilton misschien. Als hun nou het gezicht kunnen worden van iets moois, iets schoons. En jij verkoopt daardoor dus meer auto's. Dan heb je toch je core business. Kijk dat Red Bull daar geen boodschap aan heeft omdat ze met alle respect blikjes verkopen. Dat snap ik. Maar nogmaals, een Ferrari, Mercedes. Kijk, een Ferrari, we dachten nooit dat Ferrari in de personenauto's met hybrides zouden komen. La Ferrari, een hybride auto, de SF90. Een hybride en een goede hybride ook, met 1000 pk. En in verhouding een goedkope Ferrari. Qua pk's verhouding, hè. Ik denk als wij zometeen, en ik geloof, laat ik even vooropstellen, ik ben geen groene persoon, zeker niet. En ik ben ook, geloof ook niet dat hybride of elektrisch met een accupakket de toekomst is. Ik denk dat we verder moeten zoeken. Ik geloof dus in waterstof. Ik ook. Als de Formule 1 zometeen waterstof kan ontwikkelen, dat dus, want een waterstofbom is gevaarlijker dan een atoombom. Met splitsen van de atomen. Maar goed. Als hun dat onder de knie kunnen krijgen. En het is veel veiliger. En ze kunnen dat overbrengen naar de auto's. Dan hebben ze zoveel meer winst. Dan hoeven we niet in een Tesla te rijden. Dan hoeven we niet in een NIO, die Chinese elektrische auto, te rijden. En dan hebben we een beter accuratius. Ik geloof dat als Formule 1 niet die stap zet, dan zou niemand dat doen. Nou, je hebt in de Le Mans series heb je de hypercar al. Dat is grotendeels elektrisch. Wel een beetje hybride natuurlijk, maar toch. Je hebt elektrische World Rally Extreme Sports. Je hebt elektrische Dakar varianten. Je hebt een elektrisch MotoGP. Niemand kijkt dat. Als ik nu zeg, je hebt een elektrisch MotoGP. Ik beloof jou, niemand weet daar één coureur van te noemen. Dat zou me echt... Dat wordt dan gegoogeld. Dat kan niet anders. Nee, wacht even. Je hebt me nu over de... van de Formule E. Hoeveel coureurs kun je daarvan noemen? Drie, vier. Precies. Ik kijk het elke race. Oprecht. Want Nick de Vries doet mee. Is een Vries. Dus dat kijken wij. Maar ik kan ze ook niet eens alle 20 noemen. Ik weet ook niet of er 20 coureurs zijn. Misschien zijn het er wel 22 of 24. En dan weer... Australië? Nee, we zijn klaar met kampioenschap. Dus we moeten even een nieuwe race vatten. Dus, maar die moet ik nog selecteren. Oh, gefeliciteerd. Ja, dank je. Kijk, ik snap heel goed jouw denkwijze. En ik snap ook dat jij vast wil houden aan... Dat ben ik ook hoor. Geen verandering is het beste. Geen verandering is niet per se het beste. Maar kom niet aan mijn Formule 1. Er is maar één ding echt leuk in de wereld en dat is Formule 1. Om te kijken, vind ik. Dat ben ik helemaal met je eens, dat deel ik helemaal. Maar om van die sport te blijven houden en ook te kunnen blijven zien, moet dat wel mee veranderen. Ik zeg, kijk dat... Doe even op gereed drukken. Dank u. Ja. Ja. Nee, maar ik heb nog een andere oplossing over out of the box denken, hè. Ja. Neem voetbal. Dat zijn 22 mensen die achter een balletje aanhobbelen. Toch? In principe. Ja. Nou, Heerenveen als club heeft een veel kleinere carbon footprint dan Ajax. Want dat stadion is kleiner, dus minder reisbewegingen. Dus als jij het milieu wil redden, elk stadion maximaal 20.000 toeschouwers. Ja.
Ja, dat kan. Maar dan moeten de kaartjes worden dan A, veel duurder, of de contracten moeten goedkoper worden. Ja, of de competitie wordt spannender, omdat Ajax niet opeens 100 miljoen heeft en Heerenveen 2. Nee, maar ik ben nou even terug aan het denken aan de Formule 1. Dus als jij zegt van, nou, Formule 1 circuit mag in plaats van 100.000... Oeh, rempunt gemist. Mag dus maar 20.000 in plaats van 100.000. En ze hebben een contract voor 10 miljoen. Ja, dan moeten ze dus ergens het geld op terugverdienen. En ja, dat zou bij dan maken ze die kaartjes duurder. Zo zijn. Ja, maar die kaartjes zijn nog niet goedkoop. Nee, dat weet ik, vriend. Dan zouden we bij wijze van spreken elk weekend zitten. Dat weet ik, vriend. Maar ook dat is goed voor het milieu, duurdere kaartjes. Want dan gaan er minder mensen naartoe. Ja, dus dan is het zo van, dan gaan we meer kijken via de tv. Bijvoorbeeld. Dus dan gaan ze daar meer geld voor vragen. Ja, prima, betaal ik wel. Het is net zo, ja, nou, als we nu zeggen van, nou, alle, en dat is ook zo, elektrische auto's betalen geen wegenbelasting. Als we zometeen allemaal elektrische auto's hebben, dan moeten we ook wegenbelasting betalen. Want anders krijgen we net zo'n wegen, net als België bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. En dat doe ik met alle plezier, zodra ik mijn fossiele brandstofauto heb ingeruild. Want elektrisch komt bij mij pas als benzine niet meer te koop is. En dan wordt die auto zo lang onderhouden dat die tot mijn dood mee kan. Daarom koop ik ook een Toyota als volgende auto. Die moet dat kunnen. Of ik koop een waterstof Mirai, dat kan ook. Ja, nee, oprecht, daar heb ik wel naar gekeken. Maar dan moet er eerst meer brandstof... Jawel. Maar dan moeten er eerst meer brandstofopties komen. Want ik ga niet helemaal naar Amsterdam rijden voor een tank waterstof. Maar het punt is, ik vind het niet erg om meer te betalen om het milieu te redden en dan V10's in die auto's te kunnen hangen. Ja, maar V10's met ouderwetse fossiele brandstof of V10 met biobrandstof? Dat maakt niet uit als het geluid maar goed is. Als je maar de sense of speed hebt. Als jij nu naar een camera kijkt, in de dan denk je, die man rijdt 80. En dat komt omdat je het niet hoort. Als jij terug gaat kijken, als jij een comparison gaat kijken van Imola 2004. Onboard met Michael Schumacher in zijn V10, V12. 2004 was het V12 nog, denk ik. En je gaat onboard met Charles Leclerc. Allebei rood, allebei hetzelfde circuit, zelfde layout. De auto's van nu gaan harder. Maar je valt er wel bij in slaap. En bij die V12 val je er niet bij in slaap, dat kan niet. Als jij op YouTube even gaat kijken naar leuke races, Monaco 2004 of weet ik veel. Die commentatoren die moesten schreeuwen, hè. Olaf Mol, die kan nu fluisteren, dan hoor je hem nog. Oh. Vroeger had je... Van je. Ja, doe je niks aan. Vroeger had je David Croft, die met zijn... The lights go out and away we go, go. Dat, die. Dat moest hij schreeuwen. Met zijn mond op de microfoon, want anders hoorde je het niet, omdat er 20 auto's weg begonnen te rijden. Nu als er 20 auto's wegrijden, kan hij gewoon zeggen, ja, de lampen zijn uit en we gaan. Dat is toch niet leuk? Ik mis mijn sport van vroeger. En ik ben nog niet eens zo oud, kun je nagaan. Ik ook. Ik ben 35 en ik heb het allemaal meegemaakt. V10, V8, V6, V12 niet. Niet? Nee, want dat was toen niet. We waren toen al V10's. Oh, sorry. 98. Ja, 98 heb ik ook gewoon gekeken, hoor. Maar goed, ga verder. Dan ben je ook al oud. Maar ik ben 30. Nee, maar ik vind... het klopt. Het is niet meer zoals het is geweest. Ik heb in de jaren wel geleerd van... Ja, veranderingen moeten nu eenmaal. Veranderingen zijn niet leuk. Maar we moeten toch wat. En als we dit nu doen, dan kunnen we zo meteen niet meer kijken. Kijk, ik vind wel, dat vind ik dan, hè, om even terug te komen op het eerste topic. Sprintrace, of sprintkwalificatie, hoe je het beestje wil noemen.
Ja, dat vind ik dus niks. Dat is wel de sport kapot maken. Maar innoveren, daar sta ik wel voor open. Innoveren is goed, maar dan moet je innoveren op een manier dat de sport leuker wordt om naar te kijken. Maar vind jij nu, als je nu kijkt, de sport, hè, as we speak, we hebben straks een race. Hè, we hebben dit jaar nog niet sneller gereden dan vorig jaar. Omdat het komt door die downforce tekort. Ja, ik vind dan oprecht gewoon heel erg jammer dat we dat hebben gedaan. Formule 1 staat om snelheid. Formule 1 staat om het gevoel, om alles. En nu is het gewoon, ja, we willen het dichter bij elkaar krijgen. Wat jij zegt, hè, we hebben nu nieuwe regels. Kleine, volgend jaar de grote. Nu de kleine met de bodem. Ja, wat moeten we dan? Moeten we dan vasthouden in het... Ik vond persoonlijk 1998, 99 het mooiste. Toen ben ik echt van... Ik keek toen Schumacher voor het eerst kampioen werd. Toen keek ik al. Maar 98, 99 was voor mij het mooiste. Daar ben ik ook zelf bij geweest. Ja, dan denk ik van... Als we dat nou nog zouden hebben... Dat kan niet. Dat kan niet in deze maatschappij meer. Dat is het probleem. Ja, maar dat probleem maken wij zelf. Dat klopt. Het probleem is ook niet de 98% van de mensen die het prima zou vinden als Formule 1 nog met V12 zou rijden. Want mensen die het prima vinden, die praten dat meestal niet uit. Het probleem zijn de 2% van de mensen die vinden dat de paddentrek voorgaat op het feit dat ik gewoon sneller op mijn bestemming moet kunnen komen. Dat. Ja. Ja, maar ik heb nieuws voor jou. Als jij die paddentrekwegen gaat gebruiken, dan gaat die padden een andere weg zoeken en dan kan ik gewoon sneller thuiskomen. En dat is met de Formule 1 ook. Je kan ook innoveren op andere manieren, maar dan de sport aantrekkelijk maken. En ik denk dat snelheid, zoals dat je dit seizoen niet net zo snel bent als vorig seizoen, ik denk niet dat dat heel veel uitmaakt. Het gaat om perceptie. Deze auto's zijn 50 centimeter breder. Het ziet er heel log uit. Het ziet er niet snel uit. Voorheen dan keek je ergens naar. En dan, dat waren ranke auto's. Die konden met z'n drieën breed door Eau Rouge. Je kan nu eigenlijk al niet twee breed door Eau Rouge. Vroeger kon je nog inhalen in Monaco. Nou, daar krijg je dan nu Jeddah bij. Dat is ook volgens mij het breedste circuit niet. Je hebt Azerbeidzjan waar het moeilijk wordt. Ze moeten al die stratencircuits willen ze gaan doen, want dat is hip. Niks, inhalen die handel. En dat kan niet met deze auto's. En ze zien er niet snel uit. Als jij in 2004, overigens, zijn nog steeds ronderecords van 2004 van Montoya en Schumacher. Mm-hmm, klopt. Dus die auto's waren veel sneller. Soms. En ze zagen er leuk uit. Maar de perceptie van snelheid is ook belangrijk. En die perceptie heb je nu niet. Dus als jij voor mijn part mag je 5 seconden langzamer gaan, als het er maar sneller uitziet. Ik zie het verschil niet tussen een rondetijd van 1.30 en 1.32. Maar ik zie het verschil wel tussen een V6 en een V10. Nee, je hoort het. Ja, en daardoor zie je het. Want in principe... Je kijkt niet met alleen je ogen. Nee, dat klopt. Nee, maar in principe een hybride... auto is in de basis sneller dan een gewone enkele fossiele brandstofauto. Ja, alleen het ziet er niet snel uit en het klinkt niet snel, dus gaat het niet hard. Nou, ik dat is het gevoel die je erbij hebt. Ik denk ik zou wel eens willen weten hoe een Formule 1 auto klinkt als ze niet die turbo's erin hadden gedaan. Nou, nog minder. Nee, juist wel meer. Want een turbo dempt. Een turbo dempt het geluid. Kijk, een hybride opslag van stroom wordt nu opgewekt door die hybride systemen. Dus dat is een turbo die ze daarvoor gebruiken. Maar als we dus gewoon een normale brandstofmotor pakken, plus een hybride systeem zoals in de Toyota Prius, ja, dan, en je zou dat opwekken met remmen en met gas geven en met bandrotatie, dan heb je al een heel ander geluid, omdat die motor niet gedempt wordt. Een turbo op een turbo, dat dempt gewoon zoveel, wat gewoon zo vervelend is.
Ja, want, maar een V6 klinkt nooit hetzelfde als een V8. Ga naast de nieuwe Ford Mustang staan. Dat is ook niet hetzelfde als een mooie... Gehad, wat zonder turbo was. Ja, maar dat klonk toch ook niet hetzelfde als een V10? Nee, klopt. Kijk, dat klopt wel beter dan wat we nu hebben. Wat jij zegt over het regenereren met het remmen, enzovoort, en met de bandrotatie, dat hoor je ook. Ik weet niet of jij volgens mij heb jij een oude Auris, toch of niet? Ja. Ja, nou, ga voor de grap één keer in een nieuwe Yaris rijden. Een echt nieuwe Yaris. Als je dan naar het stoplicht toe gaat en het motortje slaat af omdat hij denkt, hey, hij geeft geen gas. Dan hoor je alleen maar van de remmen die aan het opladen zijn. Nou, dat hoef ik ook niet in mijn Formule 1 auto te hebben. Dat hoor ik in de Formule E al. En dat vind ik vervelend. Maar oprecht, we zouden een uur doen, dat hebben we niet gehaald. Laten we even stoppen over deze hybride toestanden, want daar kan ik oprecht nog tot 4 uur over praten. En dat lijkt me niet de bedoeling. Dat was een raar bochtje. Ja, ik ook. Dat was een raar bochtje, Dave. Ja. Ja. Maar laten we nog 2 onderwerpen doen. 1. En dat is de kwalificatie en de race predictions. Ja, maar gewoon omdat het kan en omdat het hip is dat je streamt en dat je dit kan doen, gaan we er even uit voor een woord van onze sponsor, Davy. Modelauto Zetten sponsort deze podcasts. Deels in equipment waarschijnlijk, want ik gok niet dat je het zelf gaat betalen. Deels in autootjes die dan bij mij ergens in een kast moeten verschijnen. En wat is Modelauto Zetten precies, Davy? Modelauto Zetten is een bedrijf dat in 2016 is ontstaan uit een passie voor modelauto's. En ja, Modelauto Zetten is gespecialiseerd in Duitse auto's. Denk daarbij aan Audi, BMW, Mercedes, Opel en Volkswagen. En op de schaal 1 op 18. Alleen 1 op 18? Alleen 1 op 18. Op aanvraag kan je natuurlijk vragen of voor een ander model. Andere schaal. Nou, hip. PBS. Dus de auto die bij mij in de kast komt te staan, waar ik dan even een unboxing video van zal doen voor de mensen thuis. Dat wordt ook een 1 op 18 dan? Dat wordt waarschijnlijk een Toyota 1 op 18. Je moet even kijken of ik een goede kan vinden. Maar dit komt er wel aan. Oh, dat is hip. Dan moet ik mijn kast aan gaan passen, want daar kreeg je rekening mee gehouden. Maar dat is goed. Pure winst, joh. Pure winst. Ja. Ja. En wat is de site precies? www.modelautozetten.nl. Hartstikke fijn. Is dat ook nog ergens te vinden op social media toevallig? Ja, op Facebook, Instagram, Modelautozetten. Tik dat in en dan zie je de mooiste modellen voorbij komen. Je hebt geen Twitter? Nee, ja, hebben we. Maar daar zijn we helaas nog niet actief op. Oké, nou nog 1 raceje dan. Rookse. Ja, bedankt. Valt inderdaad bijna niet op dat ik echt heel veel rook als ik het opnemen ben. Maar dat verder terzijde. Heb je de kwalificatie gezien, Dave? Ja, ik heb thuiswerk, kan ik alles zien. Ik heb meestal mijn iPadje erbij, trainingen. Ik heb de kwalificatie live gezien. Was het spannend? Ja, het was spannend. Had Max voor pole kunnen gaan? Nee. Als je kijkt naar de tweede, of de tijd van Lewis Hamilton op de gele band in Q2, daar kon niemand aan tippen en ook helaas niet in de tweede quali. Of in Q3. Ja, het wordt spannend. Het zit dicht bij elkaar. Ik weet niet of jij er überhaupt iets van hebt kunnen zien. Ik heb helemaal niks kunnen zien, maar ik heb hier wel een vrij verrassend lijstje voor me. Als ik heel eerlijk ben, hè, vind ik bijvoorbeeld een Ferrari het niet heel verkeerd doen over het hele jaar tot nu toe. Nee, dat klopt. Alleen Leclerc 8e valt me dan een beetje tegen. Ja, maar als je kijkt waar... Nog een keer grind. Als je kijkt waar ze vorig jaar stonden, ja, dan is het toch wel een verbetering. Ja, dat klopt.
Wat vond jij van Ricciardo? Ricciardo, zie ik, is 16e gekwalificeerd. En belachelijk. Norris staat 7e, is maar 16e sneller uiteindelijk. Dus op zich valt dat wel mee. Maar 16e achter je teamgenoot staan, voor iemand die vroeger echt een kwalificatiebeest was, is hij moet niet lang meer doen over het wennen aan de auto. Want dan wordt het heel vervelend voor hem dit seizoen. Ja, want ik had, want iedereen heeft, dat is weer heel wat anders, geen hoge pret over op van Aston Martin. Die zijn nu met Vettel, zitten ze er aardig bij. Ik geloof dat Vettel, als ze geven hem een goede auto, dan kan hij het ook nog gewoon. Ja, maar dat, juist dat verbaast me, want Lance Stroll heeft de updates op de auto zitten deze race en Vettel niet. Nee, dus dat wil ook wel zeggen dat Vettel gewoon toch in de basis een betere coureur is. Maar dat mag je ook niet, ja, uitsluiten. Viervoudig wereldkampioen. Precies, ja. Maar dus of de updates werken niet, of Lance Stroll kan er helemaal niks van. En datzelfde vind ik over Alonso. Die staat 13e. En Esteban Ocon, die staat 6e. Daar zit 14e tussen. Je mag toch van Alonso wel verwachten dat die Ocon relatief redelijk makkelijk te grazen heeft, of niet? En een andere vergelijking die ik nog even wil maken is, kijk, Mick Schumacher en Mazepin, dat is logisch. En Mazepin zal nooit in die buurt komen. Nou, 14e, maar, dat is nog best dichtbij voor zijn doen. Maar wat vind je van Nicolas Latifi en Russell? Nou, Latifi die heeft natuurlijk een mentale knauw gekregen vorige race, want zijn kwalificatie was uitstekend in Imola. Alleen zijn race was wat minder. En iets. En George staat bijna in de top 10 qualifying. En met zijn tijd, als hij die tijd nog een keer had kunnen rijden in de top 10 qualifying, had hij 7e gestaan. Dat is oprecht knap. Maar Russell is gewoon te goed voor de Williams en Latifi is een P-driver, dus daar wil ik het niet eens over hebben. Nee, dat klopt. P-drivers verruineren de sport al jaren. Er is maar één echt goede P-driver geweest. En dat is? Pastor Maldonado, die heeft de race gewonnen. Maar zonder dolle Michael Schumacher. Ja, Schumacher die kwam door Mercedes in een Formule 1, dat klopt. Maar ja, goed, is iedereen, kijk, kijk, iedereen heeft wel een klein beetje een handje nodig. Hè? Ja, tuurlijk, iedereen heeft een handje nodig. Maar zoals Mazepin, Latifi, Lance Stroll. Ja, Lance Stroll, maar ik geloof wel dat Lance Stroll zich wel aan het bewijzen is dat hij beter aan het worden is. Ja, nu dan even niet. Ja, hij is maar beter aan het worden, maar toch wel mooie dingen zien. Hij zit 6 jaar in de Formule 1 of 5. Hij heeft een heel seizoen circuit na circuit afgereden met een oude Williams. Omdat papa het kan betalen. Als je mij, granted, moet ik eerst 50 kilo afvallen, anders pas ik niet in die auto. Maar als je mij een heel jaar in zijn auto laat rijden, dan word ik ook geen laatste in een Williams. Want Mazepin doet nog mee. Weet je, dat kan gewoon niet. En hij was al lang uit de Formule 1 geweest als papa niet een Formule 1 team had gekocht. Nou, dat is toch het ultieme barbaarse P-driver scenario. Dat jouw vader een team koopt zodat jij kan rijden. Kijk, eerlijk is eerlijk. Papa Stroll die doet het vrij goed. Die heeft een automerk gekocht om er een beter beeld bij te hebben. Force India was er lang failliet geweest en dan hadden we nog maar 9 teams. Dus in principe is het winst. Maar hij had ook gewoon een goede coureur erin kunnen zetten. Ja, maar ik denk dat je... Ja, ik ben het helemaal met je eens, maar... Wat zou jij doen als jij in zijn schoenen staat?
En dat is heel moeilijk om te zeggen, want je zit niet in zijn schoenen. Staat niet in zijn schoenen. Maar ik denk dat je altijd je eigen familie voorop stelt. Nou, als ik ooit kinderen krijg en een miljard. En mijn zoon zegt, papa, ik wil graag in de Formule 1 rijden. Maar ik ben niet goed genoeg, wil jij een team voor me kopen? Dan zeg ik, koop een kart, ga oefenen. En als je niet goed genoeg wordt, fuck you. En als ik een miljard heb, ik beloof je dat ik een Formule 1 team koop. Dat kan ik je garanderen. 100%. Maar mijn zoon gaat er niet in zitten als hij niet sneller is dan zijn teamgenoot. Absoluut niet. Ik weet niet. Ik denk niet dat wij daar zo 1, 2, 3 iets over kunnen zeggen. Ik zou nou meer... maat, kijk. In tegenstelling tot Lawrence Stroll heb ik een hart voor de sport. Weet je. En ik heb ongetwijfeld ook heel veel liefde voor mijn zoon die ik nog niet ken. Maar je gaat gewoon niet mijn sport vernachelen door in een auto gezet te worden die dan dat je langzaam bent en je teamgenoot. Je moet, als ik een miljard heb, dan hoef ik ook geen coureur te nemen die geld meeneemt. Dus als ik een miljard heb en ik koop een team en de budgetcap is nog leuk dat ik 10 jaar mee kan doen voordat mijn miljard op is, zou fijn zijn. Dan neem ik een potentiële wereldkampioen en een leuk jeugdig talent. Dus voor nu zou ik dan absoluut, Vettel is prima met zijn 4 wereldtitels. En dan zou ik Nick de Vries erin zetten die kampioen wordt in de GP2. Of ik zou Callum Ilott erin zetten. Hoewel dat een Ferrari Academy is en Aston Martin natuurlijk met Mercedes rijdt. Maar goed, dan ga je voor een Mercedes coureur. Dat maakt allemaal geen reet uit. Russell die rijdt nog steeds in een Williams. Terwijl Aston Martin punten kan pakken. Nou, dan neem ik Russell wel over. Graag zelfs. Met alle plezier. Dus als Aston Martin nu van mij zou zijn, dan had Lance Stroll daar niet in gezeten. Dan had ik misschien een miljoentje neergelegd bij Williams dat hij daar kan gaan rijden. Dat wil ik voor mijn zoon nog best doen. Maar als ik een team koop die punten pakt, ga ik niet mijn kind erin zetten als die niet goed genoeg is. Oké. Hey, en even, want we wijden weer heel veel af. Ja, daar hebben we een handje van. Hey, top 3. Top 3. Nou, in mijn pool die ik op het werk doe, is mijn top 3 Max, Bottas en Hamilton. In deze volgorde. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Maar je moet out of the box denken, want ik sta 7 in die pool of zo. Dus we moeten even punt scoren. Maar ik denk meer realistisch zou zijn Lewis, Max, Sergio Perez, Lando Norris, Bottas. Oké. Uitvaller Mazepin en snelste ronde Bottas. En jij? Nou ja, ik begon de top 3, maar jij ging wat verder. Ik heb de top 3 in mijn hoofd zitten. Wat ik al in het begin aangaf, Bottas die laat Max of Hamilton straks voorbij. Als ik kijk naar de race pace op de gele band waar iedereen op start vooraan, heeft Mercedes gewoon de overhand. Dus ik denk dat Mercedes een 1-2 gaat halen met Hamilton, Bottas en daarna Max. Dat misschien Max denkt van ja, fuck it, dan maar dat extra puntje, dat kan ik altijd gebruiken voor later, dus met de snelste ronde Max. Oké. En na hoeveel rondes heeft Bottas Hamilton voorbij moeten laten gaan? Ik denk al in het tweede, derde zo'n beetje. Oké. Ik denk dat de start van Hamilton in principe iets beter gaat zijn. Per ongeluk of expres. En dat Bottas de leiding vrij snel kwijt is. Maar ik denk ook dat Hamilton een probleem gaat krijgen. Ik weet nog niet wat, maar nogmaals, out of the box denken. En daar gaat hij tijd mee verliezen. Dus dat.
Nou, ik denk dat we dan alles gehad hebben, of niet? Ja, ik denk, ik ben er ook bijna hoor. Ja, ik zie het. Dat gaat lekker zo. Nou ja, we hebben eigenlijk wat we wilden hebben bespreken, hebben we ook gedaan. We wijden misschien iets te lang af van bepaalde topics, maar dat maakt het ook weer leuk en ook weer spannend. Precies, joh. Ik denk ook wel dat ik stiekem wat meer moet gaan rijden. Dus ik denk ook wel dat ik dit in een week, één keer in de week extra bij ga doen. Ja, je moet wel even oefenen, ja. Maar goed, ik vind... we zijn geen vrouwen, niks naar vrouwen toe, maar we kunnen gewoon... Een echte man kan geen twee dingen tegelijk. Hint, hint. Ja. Hey, ja, weet je, ik vind het hartstikke leuk en ik hoop dat dit ook aanslaat ook bij de kijkers. En dat we dit gewoon, want in principe zouden we volgende week weer er zijn. Ja, volgende week om 10:00 zijn wij gewoon weer terug voor nog een stream. Als dan de opstart goed gaat, omdat jij geen instellingen vernachelt, zijn we om 10:00 weer live. En dan Catalonia, hè, geloof ik. Ja, ja. Hey, ik zeg bij deze op de stream iedereen tot ziens. Ja, ik zeg bij deze op de stream ook iedereen tot ziens. En jullie zijn vanavond allemaal hartstikke uitgenodigd. Gaat waarschijnlijk naar YouTube vanavond. Voor een postrace podcast met me, myself en I. mocht je interesse hebben, Davy, mag je natuurlijk altijd meedoen. Maar dat geheel terzijde. Ik wou vanavond ouderwets weer even een potje kot doen, dus daar heb ik gewoon kot. Zonder geluid, maar gewoon gefocust Call of Duty spelen. Ja, waarom doe je dat zonder geluid? Maar even twee tellen. Waarom doe je dat zonder geluid? Ja, omdat ik dan iedereen kan mij horen. En dat vind ik kapot irritant, zeg maar, in de game zelf. En ik weet niet, ik kan niet zomaar een party starten alleen. Voorheen kon dat. Oké. Nou, ik zal zeker even intunen vanavond. En veel plezier met de race allemaal. Ja. En